Op dit thema vrouwen, vrede, veiligheid heb ik gewerkt in Nederland. Dus met allemaal internationale organisaties en met de ministeries. En na 4, 5 jaar had ik echt behoefte om zelf naar conflictgebieden te gaan. Om te kijken hoe het nou echt is om in dat soort gebieden te werken. Met al die verschillende actoren, met de VN, met de EU. Het is een ontzettend leuke mogelijkheid die Buitenlandse Zaken jou aanbiedt. Uitgezonden te worden bij of bij een VN-missie of bij een EU-missie of bij een OVSE-missie. En dat is een heel interessant mechanisme om binnen te komen bij internationale organisaties. Ik heb net mijn eerste 6 weken missie in Irak erop zitten. En uiteindelijk zal ik 12 maanden in Irak doorbrengen. Mijn functie is Security Sector Reform Adviseur. Het houdt in dat wij de Irakezen helpen om het ministerie van Defensie effectiever te maken. Door middel van het aanbieden van advies, het faciliteren van processen, zorgen dat er trainingen komen. Ik ben zojuist teruggekomen van mijn missie uit Kosovo en dat is tot nu toe de eerste missie die ik heb gedaan. En dat is een zogenaamde rule of law missie, waarbij vooral wordt gekeken naar het vestigen en het stabiliseren van een rechtsstaat in Kosovo. Het is een hele andere manier van werken, dus het is... Eigenlijk een soort van antropologisch onderzoek wat we nu nog doen. Te kijken van waar liggen nou eigenlijk de problemen. Het is veel praten met ze, zorgen dat je een vertrouwensband opbouwt. Zodat je daadwerkelijk tot de kern van het probleem kan komen. En dat gaat op hun manier, want het is ook hun land. Dat is een van de leukere dingen om te kijken van hoe kunnen wij nou vanuit ons perspectief proberen hulp aan te bieden. Maar wel op zo'n manier dat het van hun is. De meeste zaken die ik in Kosovo heb gedaan waren oorlogsmisdaden. Alle verklaringen van de getuigen die soms heel emotioneel waren in de zittingzaal, dat is buitengewoon indringend. En tegelijkertijd sterkt het je ook in je opvatting, het is heel goed dat ik hier ben, want op die manier kun je een bijdrage leveren aan het vestigen van een rechtsstaat. Ik heb daar gewerkt als Women Protection Advisor. Het houdt zich bezig met de bestrijding en de preventie van seksueel geweld. In conflictgebieden. Sommige van de verhalen die je hoort van slachtoffers van verkrachting zijn echt misselijkmakend. Gaat je bloed van koken. Dat wil je stoppen. En daarom is het ook heel belangrijk, denk ik, dat ik daarop aan kunnen bijdragen. Aan de ene kant dacht ik wel, oké, is dit het waard om jezelf bloot te stellen aan dergelijk gevaar? Aan de andere kant, je moet het ook een beetje relativeren. Je zit op een basis. Als je eraf gaat, word je begeleid door militairen. Er zijn dag en nacht mensen bezig om te kijken van hoe veilig is het nou eigenlijk. Om toch een steentje bij te dragen aan het Irakese systeem. Ja, is voor mij belangrijker dan dat er misschien eventueel ooit een keertje een mortier valt op de plek waar jij precies bent. Als je een ervaring wil die je hele leven bijblijft, dan kan ik je zeker aanraden om je in te schrijven bij de civiele missiepool en om uitgezonden te worden.